Goedemorgen Delft. We zijn hier weer bij de tafel van Delft. Dit is de vierde gast die ik heb en ik ben vandaag aan tafel met Trude Gerritsma van de Omslag, Boekhandel de Omslag. Aan de Wijnhaven heet dat daar, hoekje Boterbrug. Een van de mooiste panden van Delft, kunnen we wel zeggen. Trude, gefeliciteerd met je omaschap. Dankjewel. Want jouw dochter is net bevallen. Ja. Geweldig. Deze week, dinsdag. Ja. Ja. En volgens mij ben je daar ongelooflijk blij mee. Ik ben er heel gelukkig mee. Ja. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Dit is echt een hele nieuwe ervaring. Zullen we zeggen dat het een omslag in je leven is? De omslag van Trude. Ja. De tweede omslag. Of de derde, kan ook. Oh ja, ja. Ja. Nou ja, de boek is de eerste. Ja, ja werkelijk? Ja. Voelt het zo? Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, het is een kopietje van haar, van vroeger. Het is van je dochter? Een voortzetting van het leven. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja? Ja. Ja. En je hebt nog wel alle herinneringen en beelden dat zij net geboren was? Ja, ja, ja. Dat zit nog heel vers in je. Ja. En je ziet de herhaling? Ja. Ja. Echt heel leuk. Wat leuk. Ja, ja, ja. En je dochter dan als moeder? Ja, ook bijzonder. Dat natuurlijk. Is ook iets geweldigs. Ja. Want een moeder en een dochter hebben natuurlijk altijd zo hun relatie met wrijvingen en zo. En irritaties en dat hoort zo. Maar ook en, hele leuke dingen. En ook leuke dingen, ja. En dan plotseling, dan zie je dat zij ook moeder is. Ja. Ja. Ja, leuk om te zien. En dat doet ze goed, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja, 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 ja. Daar gaan we vanaf. Gaat vanzelf. Ja. Ja. Hey, wat ik wel grappig vind, het kind is natuurlijk, de vader is Egyptisch. Ja. En jij had vroeger een Egyptische man. Klopt. En dat is ook de vader van Shem, jouw dochter. Dus het kind is driekwart Egyptisch. Ja, driekwart, ja. Ja. Ja, ja. En gaat het ook Egyptisch opgevoed worden? Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Nee. Nee. De taal gaat daar ook niet... Ik denk het ook niet. Nee, ook niet? Nee. Oh. Nee. Maar jouw kinderen konden wel goed, of althans... Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Nee, ze zijn niet Arabisch opgevoed. Nee? Nee, maar jouw zoon, Noor, die kon wel Egyptisch, begreep ik. Nou, toeristen Egyptisch. Oh, oh. Dan blufte die naar mij misschien. Bluft, ja, ja. Oh, hij bluft. Maar dat mag, dat mag. Hij deed altijd alsof hij alles wist. Nee, nee, nee. Nee, want wij draaiden dan wel eens... hij werkte toen bij de Bijaard. En ik had altijd zo'n Oem Kalsoem fan, was ik. En hij vond het ook prachtig. En ja, hij deed alsof hij al die teksten kende. Ja, dat klopt wel. Dat want klopt wel. Zijn opa, dus de vader van zijn vader... was een hele beroemde zanger in Egypte. Oh ja. En die heeft ook veel voor Oem Kalsoem geschreven. Ja? Oh, ja. En ook het Tunesisch volkslied zijn er pas achtergekomen. Jeetje, wat geweldig. Ja. Nou, en, grappig, hè? Ja. Maar, die heb je ook gekend? Die, nee, nee. Oh. Nee, die is al heel, heel jong gestorven. Oh ja. Maar hij wordt nog steeds, de films worden nog gedraaid en muziek. Ja? En, echt, oh. Ja. En hoe heette die? Mohammed Fauzi. Mohammed Fauzi, oh. Ja, klinkt bekend, maar... Nou, Noor Fauzi, hè? Ja, ja, ja. Ja, wat grappig. Hey, en hoe kwam je dan aan die Egyptische meneer? Ja, ben ik tegengekomen ergens. Ja, maar in Nederland of in Egypte? In Nederland, ja. Ja, ja. Hij was hier al? Hij was hier en hij was op doorreis naar Zweden. Oh. En toen ontmoetten we elkaar en toen is hij hier gebleven. En waar ontmoette je elkaar? In het café? Waar? Of? Ja, of nou, in mijn oude boekhandel. Oh? Ik werkte in een boekhandel op de Wijnhaven, ietsje verderop, hele grote. Oh ja? En daar hebben we elkaar ontmoet. Ja. Oh, en hij hield ook van literatuur? Ja, hij las heel veel. Ja. Oh, ja. Maar hadden jullie daar geen Egyptische boeken, denk ik? Engels? Nee, nee, Engels, veel Engels. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ja. En waar was dat dan? Want dat weet ik helemaal niet. Waar nu Super zit. Oh ja, was dat een boekhandel? Ja. Oh. Die is niet zo lang weg hoor, het was ook boekelier geworden later. Oh, de boekelier, ja tuurlijk. Ja, ja. Oh ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja. En toen was die ook zo diep als die nu is, die winkel? Ja, met de kelder erbij. Ja, ook. Echt een hele grote winkel. Jeetje. En hoe heette die? De standaardboekhandel. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, oh, daar ben je begonnen? Ja. In het boekenvak? Als 18-jarige. Als 18-jarige. En waar kwam je vandaan dan? Nou ja, ben je in Delft ook geboren dan? Nee, nee, ik kom uit Haarlem. Haarlem. En ik studeerde in Amsterdam en toen ben ik... Mijn vriend woonde in Delft. Toen ben ik naar Delft verhuisd en toen moest ik een baantje hebben, een beetje in ons onderhoud te verdienen. En toen ben ik daar gaan werken. Ja, ja. Ja. En wanneer ben je dan overgestapt naar je eigen boekhandel? 87. Dus ik heb daar 16 jaar gewerkt. Ja, ja. En waarom deed je dat, een eigen boekhandel? Ik was meer manager dan boekverkoper. En ik wilde iets kleins. Ik wilde meer met boeken en meer met mensen. En niet 8 man personeel die je uit elkaar moest trekken. Oh, je was daar manager bij de Standaard. Ja. Oh ja. En toen was je eigenlijk weer gewoon solo in je eigen winkel. Leuk. Ja. Lekker met boeken en lekker inpakken, lekker uitpakken. En ja. En dat, is, dat gevoel is gebleven? Ja, absoluut. Ja. Nog steeds? Ja. Tot vandaag? Iedere dag is een cadeautje. Echt iedere dag is een cadeautje. Geweldig. Ja. Terwijl het toch ook wel een heel moeilijk vak is geworden. Het is heel ingewikkeld, want er verschijnt achterlijk veel. Ja. Echt heel erg veel. Dus het is heel moeilijk kiezen. Ja. Maar het blijft wel heel spannend. Ja. Ja. Ja, en sowieso is het boekenvak natuurlijk wel lastig geworden, gezien de digitalisering. En een enorme concurrentie van het internet. Ja, ja. Dat merk je natuurlijk ook. Ja. Het is echt wel teruggelopen. Ja, ja. Absoluut. Ja, en hoe los jij dat op? Ga je daarin mee? Of, Ja, we geven de service. Wij bezorgen al jaren aan huis, hoor. Dat is het punt niet. En er is net een boekaroe gestart. Dat is een soort dat nieuwe site tegen de grote bol. Ja, tegen de bolkom. Ja. En dat werkt mondjesmaat, moet ik zeggen. Oh. Ja. Ja, dan is de bedoeling dat ze dus een boek bij jou bestellen. En ze bestellen dat bij Boekaroe. En dan krijgen wij een mail, heb je het in de winkel? Want dat is moet. Je, mag het dus niet bestellen. Ja. Je moet het in de winkel hebben. Op zich is het ontzettend goed natuurlijk. Ja. Maar het werkt nog niet optimaal. Nee. Nou ja, jij hebt natuurlijk niet zo'n grote winkel, dus je hebt natuurlijk ook niet... Ik heb wel veel voorraad, hoor. Ja? Ja. Oh, waar... Ik heb echt heel veel voorraad. En waar laat je dat dan op? Kijk maar, het staat helemaal vol. Ja. En moet je dat ook allemaal inkopen? Ja. Jeetje, dat is best wel een enorme investering. Enorm, ja. Dat is een risico, lijkt me. Risico, en het is ook ingewikkeld. Neem je er 2, neem je er 10. Ja. Wordt het besproken, komt bij De Wereld Draait Door, daar hangt het allemaal mee samen. Hè? Is dat een enorm verschil, De Wereld Draait Door? Ja? Ja. Dan ga je echt van 2 naar 20 of zo. Minstens, ja. Minstens. Wat natuurlijk op zich heel goed is, hè, dat we veel aandacht aan boeken besteden. Ja, dat is hartstikke mooi. Alleen het is altijd dan weer natuurlijk dat kleine plukje, alleen wat... Maar misschien straalt dus dat dan... die rest, die blijft dan staan. Dat is wel ingewikkeld. Ja. Maar het is natuurlijk op zich wel dat er meer aandacht is voor het boekenlezen. Ja, super. Ja, dat is super. Dan... Want is dat minder? Nee, ik denk niet dat mensen minder lezen. Ik denk dat ze anders zijn gaan lezen. En je ziet ook heel veel mensen die op hun telefoon lezen. Dus iedereen leest de hele dag. Ja. Dat is natuurlijk wel grappig. Ja, we lezen meer dan ooit. Ja. Eigenlijk. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar niet de gedrukte letters. Nee, niet de gedrukte letters. Nee, die verdwijnen. Ja. Ja. Nou, het boek zal niet verdwijnen. Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nou ja. Ja, er zijn wel meer dingen verdwenen in de wereld natuurlijk. Dus. Ja, laatst hoorde ik las ik ergens dat ze... Stel je ervoor dat de telefoon er eerder was geweest dan het boek. Ja. Dan zouden we nu zeggen, ja, maar boek lezen, dat is zwaar, dat is slecht voor je nek. Dat moet je niet doen, hè? Ja, je bedoelt het lezen van je mobiel, als dat er eerder was dan het boek. Ja. Dan hadden we nooit aan een boek begonnen, want dat was eigenlijk onpraktisch. Ja, tuurlijk. En ook niet echt zuinig natuurlijk, want papier en dan moet je weer... Maar is het toch leuk voor zo'n boom dat hij gereïncarneerd wordt? In een boek? Ja. In letters. Zou zo'n boom dat... Ja, ik denk wel dat zo'n boom dat weet, Ja? Ja. Dus is het misschien een idee dat we ons boek dan weer onder een boom graven? Zou we kunnen doen, maar waarom zouden we het doen? Nou ja, dat die boom dan weer... De letters opneemt, dat hij gaat lezen. Ja. Nee. Het boek. Ik kan me herinneren dat jij een keer een boekje had, of een boek, van jouzelf. Dat was geloof ik 25 jaar bestaan van je winkel. 30 jaar terug, ja. En ik heb dat toen bekeken en toen dacht ik, jeetje, wat heb jij ongelooflijk veel gedaan. Nou, dat had ik zelf ook toen ik dat boek zag. Ja. Dat ik, wat een energie, hoe kan dat? Ja. Maar het is gebeurd. Ja. Maar we hebben heel veel gedaan, ja. Ja, want jij, hoeveel schrijvers heb je wel niet uitgenodigd? Nou, nu over de 120 denk ik, zo ongeveer. Ja. Dus de Omslag heeft Delft wel literair op de kaart gezet, hoop ik. Ja. Ja, en het was niet zomaar een schrijver uitnodigen. Nee. Je maakt er dan een feestje van. Want, hoe ging dat? Ze kwamen allemaal eten. Dat vond ik natuurlijk ook heel leuk, maar ook heel eng. Bij jou, ja, bij mij. En het voordeel daarvan is dat je leert elkaar wat beter kennen. En ze zijn altijd op tijd, ook al zijn ze 2 uur te laat. Ja. Voor zo'n avond. Ja. En ja, het geeft een ontspannen sfeer. Je gaat veel ontspannen naar zo'n avond toe. Maar je kookt er zelf ook? Ja. En je bent ook goed in koken? Ja. Ja? Tenminste, ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja, ik denk het wel. Nee, maar leuk dat je dat gewoon... ik vind het ook erg leuk. Enthousiast voor jezelf zegt. Ja. Ja. En was het menu dan nog enigszins aangepast aan de schrijver? Ja, ik vraag altijd wel of er allergieën zijn, of dat ze iets vies vinden. Of, maar niet op een bepaald genre wat die schrijver... Nou ja, als het iemand is die over Indië schrijft, dat je dan Indisch kookt of zo. Dat zou ik niet durven, denk ik. Nee? Nee. Oh, dat is de link juist. Ja. Dan kan je maar beter boerenkool doen. Ja, precies. Ja. Dan kunnen ze nooit zeggen dat het fout is. Ja, ja. En van die schrijvers heb je daar... zijn er bij die enorme uitsprongen waar echt gekke dingen mee gebeuren of zo? Of? Ja, gekke, maar ook hele leuke dingen. Er zijn ook hele leuke vriendschappen uitgerold. Ja, zoals? Zoals Anna Enkwist, die zie ik regelmatig. Maarten het Hart, uit de Japan. Ja, ja. En niet vergeten ons aller Jan Brokken. Jan Brokken? Ja, dat is echt mijn favoriet. Ja? Ja. Gek, ik heb geloof ik niks van hem gelezen. Dat moet je toch doen. Ja. En hoezo was hij zo in jouw ogen zo geweldig? Nou, Jan die ken ik al 30 jaar en ik stimuleer dus heel erg zijn boeken. En nu breekt hij eindelijk een beetje door. Hij is doorgebroken met het boek De Vergelding, wat in Roon speelt in de oorlog. En het is een ongelooflijk aimabele man en hij is dol op Delft. Oh, ja. Wat? Ja, dat moet je hem vragen. Oh ja, nou ja, misschien heeft hij dat jou toevertrouwd. Nee. Hij vindt het erg leuk om hier te komen altijd. Ja, ja. Dus hij komt bijna ieder jaar. Oh ja. Ja. En ik kan me ook herinneren dat je ook eens een keer... een schrijver naar het hotel in zijn bed hebt gelegd. En wat was dat voor verhaal ook weer? Dat was Meir Shalev, een Israëlische auteur. Die Israëlische? Ja. En, de grote vrouw? Voor wat? Ja, precies. Ja, precies. Prachtig. Ja. En dat was heel grappig, want we ontdekten op die avond dat hij er was... dat we dezelfde passie hadden voor dierentuinen. Dus ik ben met hem de volgende dag naar Blijdorp geweest. En dat was verschrikkelijk geestig om te doen. Ja. Maar wat vond hij zo leuk aan dierentuin? Nee, ik vind dierentuin ook enig. Ja? Ja. Vind je het niet een beetje treurig? Nee. Die ijsbeer en de ijsbeer? Nee, dat doen ze in het wild ook. Ja, maar zo'n klein stukje. En hoeven ze niet op jacht. Dan krijgen ze ook een soort hotel. Je vindt het echt wel een oplossing. Nee, echt. En die olifant? Dat is een te klein hokje. Nee, dat is niet te klein. Dat is mooi. Blijdorp is echt heel mooi. Ja, goed. Het is onder de dierentuinen niet de slechtste natuurlijk. Nee. En dat slangenhuis, daar durf je ook in. Ja, ik moest een keer met mijn zoon mee en moest ook het slangenhuis in. Toen ben ik buiten gebleven. Ja, echt waar? Ik vind het doodeng. Nee. Maar dan heb je nergens last. Ik vind veel dingen eng, maar niet dierentuin, nee. En circus? Heb ik ook wel wat mee, ja. Terwijl dat toch langzamerhand aan het verdwijnen is wegens... niet correct omgaan met dieren. Ja, maar... Maar wat heb je met dierentuin? Hoe komt dat dan? Misschien door vroeger, dat we vaak met mijn vader gingen. Ja? Ja. Waar ging je dan heen? Vanuit Artis. Naar Artis, ja. Dat is ook wel een mooie dierentuin. Prachtig, ook qua architectuur. Hè? Ja. Maar we dwalen heel erg af, geloof ik. Wat is het? We dwalen heel erg af van het boek. Oh, je wilt terug naar het boek? Ja. Welk boek? Alle boeken. Alle boeken? Ja. Wat is je genre waar je het meest van houdt? Historische boeken. Dat vind ik echt geweldig om te lezen. Ja, zoals? Hella Haase. Oh, ja. De Cazalets. Brideshead Revisited, noem maar op. Dat is echt ontzettend leuk om te lezen. Maar historische roman dan? Ja, zoals Hella Haase schrijft een roman. Ja. En dat gaat dan over die tijd ook. Ja. Maar niet... de biografie van Churchill of zo. Nee. Ik lees wel biografie hoor, maar geen politieke. Nee. Maar aan welke tijd trek jou het meest? Ja, toch wel 17e eeuw vind ik echt heel leuk om daar te lezen. Ja. De Gouden Eeuw. Ja. Mogen we dat nog zeggen, de Gouden Eeuw? Tuurlijk, en dat blijven we ook zeggen. Dat blijven we ook zeggen. Ja. Maar heb jij ook boeken over de Gouden Eeuw in je winkel dan, speciaal? Ja, ik heb Simone van de Vlugt met een boek over Rembrandt. Ja. Biografie van Onno Blom, ook over Rembrandt, is 25 jaar. En er zijn er heel veel. Ja. Maar ook de andere kant van de Gouden Eeuw. De slaaphandel, ja, heb ik ook. Ja. 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 Maar wat vind je van dat verhaal dan over de Gouden Eeuw? Doen we daar goed aan om het zo uit te lichten als zijnde een paradijs? Nee, ik denk, er zijn natuurlijk altijd twee kanten. Ja. Het heeft een hele gouden kant en het heeft een hele zwarte kant. Ja. Maar dat heeft iedere eeuw, denk ik. En dat is nu ook. Dat is zo, ja. Dus dat is... Ja. Maar ja, het wordt natuurlijk nu in Delft natuurlijk wel een beetje als een soort feestje wordt het gepresenteerd. Van hoe goed we het allemaal deden. Hoe meer feestjes, hoe beter, toch? Oh ja, je houdt van de feestjes. Ja. Oh ja. Nou, mooi. Goed, ander boek, Facebook. Ja. Sinterklaas. Wat heb je met Sinterklaas in de aanbieding? Of de kerst? Wat wil je van me weten? Welke boeken vind jij leuk om dan in de verkoop te doen? Om het met Sinterklaas? Ja, bijvoorbeeld. Of, leuke cadeautjes, goedkope boeken voor in de zak of in de schoen. En ja. Met kerst wat mooier, wat duurder. Kinderboeken. Kunstboeken, is echt wel leuk op die tijd. En wat is het eerste boek wat je als oma gaat voorlezen aan je kind? Zal ik Jip en Janneke doen? Dat is toch wel erg leuk, hè? Maar ook heel gedateerd natuurlijk, hè? Ja, verschrikkelijk gedateerd. Mag ook niet meer. Nee, dat is natuurlijk wel een beetje... Ja. De jongens-meisje-rol is wel heel erg. En de kolenkit, hè, was er nog in. Ja. De kolenkit? Ja. Oh, de kolenkit was er nog in die tijd, ja. En de schillenboer. Ja. Maar het zijn ontzettend leuke verhaaltjes, echt. Het zijn prachtige verhalen, ja. Maar zijn er ook hedendaagse kinderboeken waarvan je zegt, nou, dat is echt leuk, dat komt een beetje in het genre van... Ja, de boeken van Echtpaar Busser zijn erg leuk. Het zijn ook korte verhaaltjes. Leuk geïllustreerd ook. En heel veel mooie prentenboeken zijn er ook. Ja. Je schrijft zelf niet? Nee. Nooit gedaan? Jawel. En? Nou, ik schrijf wel, maar ik durf niet te publiceren, omdat ik denk dat ik zinnen jat die in mijn hoofd zitten vanuit andere boeken. Dat je jat? Ja, omdat ik zoveel gelezen heb en nog lees, dat je een zin opschrijft die helemaal niet van jou is, of het gegeven. Of... Is dat erg dan? Ja, het is plagiaat natuurlijk. Ja, maar goed, één zin. Nee, maar ik wil dat echt niet, nee. Maar je hebt het wel geprobeerd? Jawel. Maar ik schrijf ook heel veel brieven. Ja. Met de hand nog? Nee, dat is niet te lezen. Echt op de computer dan toch wel. Ja, leuk. Maar dus geen aspiratie om iets verder in de literatuur te doen? Nee. Maar je doet dan wel steeds de optredens, de interview met de schrijvers. Ja, volgende zondag hebben we een hele leuke schrijfster. Komt Josephine Rombouts met een vervolg op Cliff Rock Castle. Dat is haar ervaring in een Schots kasteel. Ja. Als huishoudster. Oh ja, echt heel geweldig verhaal, ja. Echt ongelooflijk grappig. Ja. En Maarten het Hart komt natuurlijk zaterdag signeren. Ja, dat doet hij in de winkel. Ja. En waar is dat interview met... In de synagoge. In de synagoge, oh ja. Dat is een leuke locatie om te zitten, ja. Want je zat vroeger in de dok? Ik zat in de dok en ook in het stadhuis. En, maar de huren zijn een beetje omhoog gegaan, dus ik vond het allemaal een beetje duur worden. Ja, en de synagoge is te betalen. Dat is te betalen, ja. Ook een mooie ruimte. Een prachtige ruimte, ja. Dus volgende week, volgende week zondag. Volgende week zondag. Middag. Ja, middags. Ja. Om? 3:00. Om 3:00 dan komt die dame uit Schotland. Ja, Josephine Rombouts. En die gaat vertellen hoe het leven is op een kasteel in Engeland of in Schotland. In Schotland. En het kasteel is enorm en het is van een Engelse familie. Zo'n stiff upper lip Engelse familie. Ja, dat botst natuurlijk ook. Ja. Geweldig. Heel erg grappig. Ja, want je houdt wel van die sfeer. Ja. Want jij hebt mij ooit die serie aanbevolen van 5-delig... De Cazalets. Ja, de Cazalet-familie. Ja. Dat is toch geweldig. Ja. Dat vind je leuk. Ja, vind ik enig. Ook op televisie, hè? Ja, ik heb het nog niet gezien. Maar vind je dat ook dan wel literatuur? Ja, wat is literatuur? Ah, dat weet ik niet. Dat is ook zo. Dat weet ik echt niet. Want er is ook nog wel eens discussie over, toch? Over de hoge en de lage literatuur. Ja, ik weet niet wat het is. Nee. Ik denk, lees maar, dat is prima zo. Donald Duck ook? Donald Duck is geweldig. Ja. De taalgrappen in de Donald Duck, die zijn echt subliem. Ja. Achmed of Achzonder, dat soort namen. Wat? Achmed of Achzonder. Oh! Ja. Dat is echt geweldig. En dat zien kinderen natuurlijk helemaal niet, die taalgrapjes. Maar kinderen zien dat niet, die taalgrapjes, denk ik. Zou het? Nou, als je 7 bent, dan heb je niet Achmed en Achzonder. Maar ik vind het echt helemaal leuk. Ja. Dus het is eigenlijk voor volwassenen ook geschreven. Ja. Maar heb je ook veel stripboeken gelezen? Enorm. Ja. Enorm, ja. Dat mocht ik vroeger niet. Ja, ik mocht alles lezen, ja. als het maar letters was. Als het maar letters had. En mijn moeder heeft ook heel veel voorgelezen. Ja, dat is ook heel goed. Ja. Ja. Heb jij je kinderen ook voorgelezen? Ja, iedere avond. Heerlijk. En toen mijn zoon zo'n jaar of 12 was, die wilde niet meer lezen, heb ik de Ilias en de Odyssee voorgelezen. Vond ik zelf ook geweldig, want ik heb geen gymnasium, dus ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja. En dat weet hij nog heel goed. Ja. Was het niet te moeilijk dan? Nee, het was ontzettend spannende verhalen. Oh ja? Ja, echt heel spannend. Ja. Leuk. Ja. Nou, ik geloof dat ik heel veel weet van je. Ja, denk je? En ik hoop dat... Of wil je nog graag iets kwijt? Nou, dat mensen vooral blijven lezen. Dat mensen vooral blijven lezen, ja. Ja, ja, dat lijkt me ook. De poes sluit zich er maar uit. Nou. Goed, dames, heren, Delft en de rest van de wereld. Blijf in godsnaam lezen. Bedankt voor het kijken.